vandaag ga ik weer een dagje aan Airside kijken. Ik ben nu bij Airside Operations. En daar werken authority officers in het veld tussen de vliegtuigen. En ik ga eens kijken wat zij daar allemaal doen. Goedemorgen Sanne, welkom op de havendienst. Dankjewel. Het grootste gedeelte van ons werk dat is uiteraard buiten. Dus misschien is het een leuk idee dat we even naar buiten gaan. Jij bent authority officer. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat is dat nou eigenlijk? Nou, je zou kunnen zeggen, wij houden ons hier bezig met handhaving en toezicht aan Airside. Dus alle mensen die hier werken, daar houden wij een oogje in het zeil of alles vlekkeloos verloopt en of iedereen zich een beetje aan de regels houdt. We krijgen de hele dag door meldingen. Dus dat kan zijn kerosinelekkages, olielekkages, aanrijdingen met of zonder letsel, vliegtuigschades. Wat ik altijd doe als ik dan rondrij en dan rij ik een beetje langs de pieren en dan kijk ik ondertussen of ik dingen zie die niet in orde zijn. Waar let jij nou allemaal op als je naar de platformen kijkt? Nou, onder andere of alle spulletjes die op het platform staan ook op de plek staan waar ze behoren te staan. Ja, zodat we geen vliegtuigschade krijgen of schade aan de brug. En of iedereen die daar aan het werk is of die zich ook aan de regels houdt. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld wat. Ik zie hier een bagagekarretje staan van een afhandelaar en die staat in rood geseerd gebied. En een rood geseerd gebied, daar mag in principe niets in geparkeerd worden. Ik zie ook dat er één wiel mist, dus het is defect materieel, dus dat mag hier sowieso niet blijven staan. Dus ik ga ze zo even opbellen, dat ze zo snel mogelijk opruimen. Gaan het weghalen. Kijk dan, hoe belangrijk is dat nou dat er op zo'n pop, op zo'n vliegtuig, op zo'n plaats alles netjes volgens die regels verloopt? Nou ja, kijk, als je geen vliegtuigschades wil en je wil geen incidenten, dan is dat heel erg belangrijk uiteraard. Kijk, dan, we staan op de platform waar de afhandeling net gestart is. Ja. Waar let je nou allemaal op als jij zo'n platform bekijkt? Bij binnenkomst uiteraard, of ze niet te vroeg starten met de afhandeling. Of de blokken gelegd zijn, de motoren uit, de anti-collision light uit. Als dat gedaan is en ze beginnen met de afhandeling, dan let ik altijd even op. Sowieso ook. Dat is ook nog een dingetje voordat het vliegtuig erop komt, of er geen materieel in de weg staat. Let uiteraard op of ze HVC-kleding aan hebben, want dat is verplicht. Jij controleert ook op de snelheid. Dat klopt. En waarom wordt dat gedaan? Nou ja, omdat je hier maximaal 30 km per uur mag. En daar is een reden voor, want de infrastructuur hier die is niet gemaakt om heel hard te rijden. Dat lukt gewoonweg niet. Dus als je dat dan toch gaat doen, dan wordt het behoorlijk gevaarlijk. Ik ben nu even de snelheid aan het controleren. Ja. Zou ik dat ook mogen doen? Zeker. Jij mag dat ook wel proberen. En kan ik met zo'n lasergun ook de snelheid van een taxi in het vliegtuig meten? Ja, dat zou in principe wel kunnen. Wij doen dat niet. Okay. Hebben geen regelgeving waarop wij controleren hoe hard een vliegtuig mag taxiën. Dat die verantwoordelijkheid ligt ook een beetje bij de gezagvoerder. 33, dus dat is netjes. Nou, 22, deze houdt zich ook netjes aan de snelheid. Deze meneer die rijdt 32. Dus mij gaat er nog correctie af, dus dat is ook wel prima. Ik denk dat we wel mogen constateren dat ze zich op Schiphol goed aan de snelheid houden. Jullie controleren ook in het landingsterrein, toch? Dat klopt. We letten met name op beboording en op de hele infrastructuur. Of het asfalt allemaal in orde is en beton of geen gebreken vertonen. Zou je eens een aantal regels kunnen noemen die in het landingsterrein gelden? Nou ja, onder andere de communicatieprocedure met de toren, dat is denk ik heel belangrijk. Je komt diverse borden tegen in het landingsterrein. Nou ja, een voorbeeld is misschien het bord hier voor ons. Weet eigenlijk als je hier door gaat rijden dat er passerende vliegtuigen voorbij kunnen komen, omdat we hier rijbanen gaan kruisen. Ja, het zwarte bord met de gele letters, dat is location sign. En dat geeft hier aan dat je op de intersectie Sierra 2 bevindt. Van de baan 0624. Dan gaan we even kijken of je goed hebt opgelet net. Zou jij mij nu kunnen vertellen, die beboording voor ons, wat het inhoudt? Waar bevinden wij ons en wat kun je hierop aflezen? Als ik het goed heb, zijn de gele borden met zwarte letters de richtingen die je op kunt. Ja. Dus dat zou betekenen dat we zowel links en rechts, dat je dan op taxibaan Bravo rijdt. Dat klopt. En dan het zwarte bord met de gele letters vertelt ons waar we zijn.
de sterrenhoogte van Alpha 7. Nou, heel goed. Je hebt goed opgelet. Mijn dienst met de Airside Authority Officer zit erop. Ik heb van alles geleerd over de regels op Schiphol. Heb jij een leuke opdracht voor mij? Reageer dan hieronder. See you at Schiphol!